Nou, het is wel aardig, het is wel aardig wat Linda zegt over hè, dat je buiten lekker kan barbecuen en dat je gewoon allerlei dingen kan doen die je normaal niet doet, hè, tijdens een WK voetbal. Er zijn ook wel commerciële ideeën rond voetbal in de winter. En dan ga ik naar Reinier en naar Frank. Jullie hebben van alles bedacht. Kom er even bij. Want jullie zijn van een reclamebureau. Ik heb me eventjes in de... Even kijken. Ja, zal ik zo meteen pakken? Ja, pak eens even... Reclamebureau Natwerk. Ja, Natwerk. Ja. Wat hebben jullie nou bedacht? Want jullie zijn al heel creatief bezig. Hoezo bedenken jullie nu trouwens iets voor 2022? Ja, jullie vroegen het. Ja, wij zijn totaal met andere dingen bezig. We werken alleen maar voor hele grote klanten. En we doen eigen producten. Oh, wij zijn geen grote klant. Wij zijn maar een heel klein televisiezendertje. Nee, maar normaal gesproken krijgen we heel veel tijd om na te denken. En geld. Heel veel geld daarvoor. Ja, nu niet. Om wat heel veel geld te verdienen voor onze klanten. Maar nu kwam jij, ja, lieve Reinier en Frank, wil je iets voor ons bedenken? En wat heb je bedacht? We hebben drie gouden ideeën. Ja. Maar eigenlijk het eerste waar je begint is... je hebt natuurlijk normaal het WK in de zomer en nu is het in de winter. Ja. In de zomer is het warm, in de winter is het nat en koud. En dat moet je gewoon oplossen. Dat begint al bij het liedje Hup Holland Hup, laat de leeuw niet in zijn hempie staan. Je kan niet in je hempie staan in de winter. Je moet een thermo-ondergoed, je moet een parka, je moet een muts. Dus ik dacht van ja, muts. Misschien moet je een Wilhelmus maken. Met op de achterkant gewoon het Wilhelmus. Wilhelmus. Je een Wilhelmus. Ja, voor Unox of weet ik veel. Of voor Chocomel. Maar eigenlijk vond ik dat, wat Linda net zei. Mensen hebben gewoon partytenten, barbecues. Dat is veel leuker om dat naar de winter te trekken. Dus ik dacht, misschien kunnen we een kwartarbecue. Een gouden barbecue voor binnen. Maar we dachten eigenlijk, die partytent is nog veel toffer. Dus we hebben de eerste. We hebben drie gouden ideeën. Dit is de eerste. De partyplu. De partyplu. Laat die zegen maar komen. Het is eigenlijk voor de mensen die dus in de winter toch dat zomergevoel willen hebben. Die hebben een mobiele partytent waarmee ze dus eigenlijk overal heen kunnen. Wind of geen wind, weer of geen weer, gewoon lopen met dat ding. Hartstikke mooi ding voor de blokker en dat soort zaken. Prima. De eind voor Linda de Mol, dat ze ook in de winter toch die partytent heeft voor buiten. Oké, de partytent. Wat hebben we nog eigenlijk? Wat je eigenlijk sneller als reclamebureaus doet, die kijken altijd naar gebruiken van het organiserende land. Dus je hebt die vuvuzela's in Afrika en in... Brazilië had je de jurkjes en dat zingen. Nou, Qatar heb je sheiks, ja, geloof ik. Die hebben een tulband. Ja. Nou, dan zou je meteen een Heineken zo'n brulband maken of zo, weet je. Maar wij dachten, dat kan veel makkelijker, want je hebt eigenlijk heb je Arabieren daar. Het woord zegt het al, bier. Arabier. Dus je hebt zo'n tulband met blikjes bier. Arabier, geen gesheik. Ja, dat is gewoon... En je pakt er zo'n lang sheik. Een shalaba. Nee, maar ik doe even Nederlands... wel gevoerd, hè, want het is natuurlijk wel winter. Ja, het is winter. Ja, gevoerd. Ik heb er ook over nagedacht. Hè. Het is winter. Dus, hij is gevoerd. Die is leuk, de Arabier. Oké. Okay. En nog één. Voor Heineken, voor... Eigenlijk is het nog veel feestelijker. Het is de feestmaand, december. Ja. En dan heb je natuurlijk die kerstsfeer en dat soort dingen. Het ligt rondom de kerst. Toen dachten we, oké, een kerstboom. Daar kun je heel veel mee doen. Dan kun je ster-spelerverlichting maken. Of je kan, Ik laat zien, hè? Een piek op de boom. En toen dachten we, uiteindelijk wordt er bij een kerststal een kerststal. Hier zie je al de kerstboom met die piek en die sterren. En hier zie je eigenlijk al de spelers. Het is een topspa-actie voor supermarkten. Je hebt allemaal, want voetbalguys zijn toch gewoon heiligen voor al die mensen. Dus je hebt dan de vleugelspitsen, worden de gevleugelde spitsen. Hier heb je de aanvoerdersbak. In die kribben ligt natuurlijk... De leeuw. De kameel. En wie is dit? Hier ligt Wesley Sneijder natuurlijk. Ja. Klein, lijkt me leuk. En dit is Sepp Blatter, want het is natuurlijk de ezel. Het is natuurlijk te dom om het WK in de zomer te doen. Dus jongens, gewoon in de winter. Gewoon het WK in de zomer houden, maar het zit een stuk beter. Maar als ik jullie zo hoor, dan eigenlijk hebben jullie het nog liever dat het in de winter wordt gespeeld. Ja. Nou, nu die merken nog, hè, die van ons komen kopen. Ja, dankjewel jongens. Natwerk, top. Dankjewel.